Het is even geleden, maar we gaan toch weer terugkomen bij de unboxings. Want jazeker, we hebben weer iets binnen van Razer. En dat is altijd leuk om te unboxen, want die dingen zijn mooi in elkaar gezet. Anyway, dit is de Lancehead muis. Het is een draadloze, semi-draadloze laser gaming muis. Nieuwe software, allerlei gekke nieuwe dingen. Ze hebben weer leuke kleurtjes erbij natuurlijk. Het zou ook eens een keer niet bij een high-end premium product van Razer. Maar goed, we gaan hem uit de doos halen en kijken hoe dit beestje verpakt is. Nou gaat dit al heel geleidelijk, soepeltjes. Wauw. Voilà. En dit is al meteen al best wel mooi en sexy ingestoken. Dat zie je natuurlijk wel vaker bij Razer. Dat sexy zegt van welcome to the cult of Razer. Wat we er natuurlijk altijd bij krijgen is gewoon echt een pamfletje met een schrift over van nou hey welkom en zo. En natuurlijk van hey congratulations. Je hebt nu een semi-draadloze muis die je gewoon overal kunt gebruiken voor je game sessies. En natuurlijk het boekje met de aanwijzing over hoe je ding moet gebruiken. Dat spreekt ook wel voor zich. We weten toch het is een muis. Al ben ik oprecht wel benieuwd naar hoe die het doet met overschakelen van draadloos naar niet draadloos. Anyway, dan klappen we hem zo open en dan zie je hem daar super sexy zitten. Het opvallende is ook dat ze in tegenstelling tot andere laatste paar muizen eigenlijk voor een ander soort stofje zijn gegaan. Het is dus niet helemaal super donker, mat, zwart of zo. Dit is een soort van metallic laagje. En dan halen we hem zo uit en dan, oh, kijk eens aan. Kunnen we die zo mooi eraf halen. En dan heb je hier de Lancehead, zonder kabel natuurlijk. Zo komt hij uit het doosje. Best wel sexy en dan ga je straks ook zien dat hier dus allerlei lampjes komen. En dat hij best wel ambidextreus is, want hij is gewoon aan beide kanten hetzelfde. Dus je kunt gewoon allebei de manieren toepassen, links of rechtshandig. Gaan we kijken wat er nog meer allemaal in het doosje zit. Dit hebben we dus opengeklapt, dus gaan we dit even eruit halen. Want wat we natuurlijk zoeken is een kabel die we allereerst hier al meekrijgen. Oh wauw, dit is sexy verpakt eigenlijk zo. Dan heb je dus hier de draadloze dongel. En daarbij in hetzelfde pakketje krijg je dan een mooi kabeltje, wat ik er nou even voor het gemak uit zal halen. Als ik weet hoe. Ik weet nog niet hoe. Misschien is het gewoon dit eraf halen. Oh, kijk, ja. Dat was een lipje wat zei, je moet hier zijn, Tom. Maar ik had zoiets van, nou, kijk zelf wel waar ik het eruit haal. En dan krijgen we de volgende stap. Ik wil het niet helemaal ruïneren, maar ik heb het idee dat het toch moet. Dus, there we go. There we go. En dan hebben we hier zo de losse kabel van de Lancehead. Oh, hij is daar geland. Mooi dat erachterover gooien. Anyway, wat serieus ook echt fijn is aan Razer is dat je vaak van die lipjes erbij krijgt. Die het een beetje mooi bij elkaar houden. Dan kun je dus al je kabelmanagement gewoon mee doen. Dat is super handige rubbertjes. Ik krijg er zelfs twee bij in dit geval. Echt heel netjes, want ik steel die dingen altijd van Gamersnet. Zodat ik mijn kabelmanagement on point kan houden en alles aan elkaar kan binden. Dus thanks Gamersnet, thanks Razer voor het maken van handige rubbertjes. Voor het bij elkaar houden van je kabels. En goed, hier krijgen we dan de mooie gewoven snoer. En die kan er dan zo, zeer gemakkelijk, gaat hij er dan in. En dan geloof ik dat het hier aan de onderkant gaat. Moeten we even kijken. Ja, daar gaat hij. En dan klikt hij hem er zo in. En nu is hij bekabeld. En dan gaan we nu zien hoe hij eruit ziet met zijn lichtjes aan. Want ik ga hem nu in mijn laptop steken en dan kijken we wat er gebeurt. Even kijken. Het is altijd de derde poging. There we go. En het leuke is, hij doet nu zijn color spectrum. Dus dan gaat hij eigenlijk alle kleurtjes even langs. Maar er kan natuurlijk ook een wave overheen. Want wat je hier ziet is niet één ledje. Maar dit zijn zeg maar meerdere ledjes waarmee je dan zo'n mooi patroontje kan maken. Dus dat gaan we straks allemaal zien. En we gaan het uiteraard allemaal ondervinden in de review en in Gamers & Gear. Of dit beestje het waard is en of het een degelijk beestje is. Dat zie je natuurlijk in Gamers & Gear. En natuurlijk tijdig met een geschreven review. Maar ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze prachtige unboxing van de Razer Lancehead. Tot snel. Als je op YouTube kijkt, laat een like achter. En we doen natuurlijk nog veel meer tech. Dus hou Gamersnet in de gaten.